Een stuk of 100 demonstranten maken zich hard voor de rechten van de Palestijnen. Gisteravond, midden in het centrum van Utrecht. Opvallend is dat het vooral Marokkanen zijn die meelopen. Habib El Kadouri is van de Marokkaanse organisatie SMN, liep mee met de eerste demonstratie en heeft regelmatig contact met moslimjongeren. Hij denkt dat medeleven niet hun enige motief is om te demonstreren. Mensen, hoofdzakelijk in Palestina, ja, die zijn ook moslim, zoals ook Marokkanen. Misschien wordt dat ook ergens gevoeld van sentimenten van discriminatie of uitsluiting in Nederland. De demonstratie van gisteren is de derde in de stad. En het is ook de derde keer dat de sfeer omslaat en de boel grimmig wordt. De railschoppers die komen zelf op zo'n actie af. En doorgaans ook eigenlijk per toeval, omdat ze toevallig in het centrum rondlopen. In de theehuizen wordt domino gespeeld en intussen het nieuws over Gaza op de Arabische zender Al Jazeera gevolgd. De televisie staat de hele dag aan, een belangrijke informatiebron voor jongeren. De historische context dat weinig bekend is onder de meeste. Maar men weet wel van hoe rechtvaardig de zaak in elkaar steekt. Terwijl het bij de Marokkaanse gemeenschap nergens anders meer over gaat dan over Gaza, probeert de gemeente Utrecht om met de jongeren in contact te komen. Maar het is voor de burgemeester lastig om de Marokkanen te bereiken die de protesten organiseren. El Kadouri adviseert het internet. Vooral een website die populair is onder Marokkaanse jongens, marokko.nl. En dan gewoon denk ik achter de schermen, dan kun je dat ook zien, diegene die zo'n oproep plaatst, om dan te vragen van kom op bezoek.